Kleine projecten krijgen de voorkeur omdat ze een behoorlijke impact hebben. Het hebben van een goede steiger zal veel mensen ten goede komen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zei vandaag bij de oplevering van de loopsteiger te Montresor dat hij meer steigers wilde bouwen, maar het geld daarvoor was er niet. Hij heeft wel goede hoop dat er geld vrij zal komen, zodat andere kleine dingen in Kommerwijnen gerealiseerd kunnen worden. De rest verschuiven we naar het volgend jaar, want al heb je de middelen, er zijn maar eerst beperkte tijd. Er is nog meer gepland voor Kommerwijnen. Als we een van de investeerders hier kunnen krijgen, voor offshore, gaat het een hele boost zijn. We zijn ook bezig dan. De grote infrastructuur kennen jullie. Afgelopen dag hebben we intensief gesproken met de directie dat het probleem van verkeersfiles bij de Bosbrug. Het project weer uit te laten gaat, de studies moeten beginnen. We pakken dat op, dat zijn de grote projecten, grote initiatieven die weer grote impact gaan hebben op Kommerwijn. Dat gaan we ook met jullie communiceren wat de vervolgstappen zijn. Maar we hebben groen licht gegeven dat de studies uitgevoerd moeten worden en de projecten voorbereid moeten worden. De financiering zoek ook. Dat is geen issue. Districtscommissaris Mohamed Shafiq Rajab haalde aan dat de loopsteiger te Montresor de landbouwers in het gebied ten goede zal komen. Die mensen zijn allemaal afhankelijk van landbouw hier. En ik denk zeker dat die mensen van Kronenburg trots zullen zijn met de oplevering straks. Geheel rechteroever was eigenlijk afhankelijk hiervan. Ik mag u ook vertellen dat hier een centrum was voor de mensen van rechteroever. En ik hoop dat met de oplevering het terugkomt dat die mensen weer hier flink gebruik zullen maken. De DC van Kommerwijnen, Mohamed Shafiq Rajab. Hij riep de mensen van het district op om goed gebruik te maken van de steiger.